Remco de Vaan. Zal ik de eerste gast dan maar aankondigen? Doe eens gek. Ja, doe eens gek. Het is ook een assistent van ons, hartstikke leuk. Een kunstenaar met witte handen om iedere dag van te watertanden. Met nostalgie terug in de tijd waar deze bakker zijn dagen slijt. De passie en zijn denkvermogen, het vuur dat schiet echt uit zijn ogen. De hele wereld kent deze vent, de brooddesigner echt ongekend. Jan van den Bos tot ver in Keulen kent men bakkertje deeg, Lucas Vermeulen. Ja! Ja, en het is echt een kunstenaar. Oh, je hebt ook eens meegenomen. Ja, ja, ja. Nou, wat leuk. Nooit met lege handen komen, joh. Nooit met lege. Dag, Luc. Dag, stevige hand, jongen. Tuurlijk. Is er van het kneden? Ik heb een beetje last van mijn... Nee, ik zie wel dat stevige handen zijn, maar dan denken ze dat je een homo bent, maar... Ja, nee, die staat... die staat daar. Ja, pak de microfoon, want dit is, wat is het enige programma waar geen budget voor een geluidsman is, dus dat moet je even zelf doen. Ja. Loop. Hey, joh, hij hoeft niet echt zo prominent, hoor. Als je tussen je benen laat hangen, dan is het wel goed. Poest tussen mijn benen. Ja. Lucas voor mij. Is het Lucas of is het Luc? Voor de vrienden en... iedereen bij je omgeving is het Luc, maar voor officieel is het Lucas, hè. En hoe moet ik jou noemen? Luc gewoon. Dus ik ben een beetje jouw directe omgeving. Ja, jij mag dat. Ik mag aan jouw lolly likken. Nee, want die heb je gemaakt. Absoluut. Die niet voor de kijkers staan. Yes. Dus ik moet wel oppassen. Want dit is dus een broodlolly. En ik kom eventjes bij hetgeen waar jij zo goed in bent. Ja. Je bent brooddesigner. Ja. Wat is nou een brooddesigner? Is dat er een die af en toe kwaad is en een brood tegen de muur aan flikkert en dat een hele rare vorm uitkomt? Nee, het is wel grappig. In eerste instantie was ik de bakker met een rare broodsoort, zo moet je het zien. En ik geef ook workshops en presentaties. En ik wil zeggen, deel even uit, misschien kunnen er meer mensen. Deel even uit, ga door, ik luister naar jou hoor. En, wil je me even uitdelen? Ja. Ja? De dokter op een gegeven moment was ik bij een... We hebben er nog meer, hoor. Hebben nog meer. Maar op een gegeven moment had ik ook een workshop. In dit geval met een klant van mij, de Efteling, waar wij heel veel producten van maken. En die hadden een meisje, dat was een stagiaire van de Has in Den Bosch, food design opleiding. En toen vertelde ze, dit was een nieuwe opleiding, was voor het eerste jaar. En ze zei, ik doe food design. Ik zei, wat doe je dan? Ja, wij doen dus productconcepten maken. Tenminste, dat leren we dan daar op school. Nieuwe producten bedenken, verpakking eromheen. Maar ook de manier van, hoe ga ik het bij de klant brengen? En hoe komt uiteindelijk de consumenten mee in aanraking? En hoe gaat het dan het verhaal erachter? Totale plaatje? Het hele plaatje. Oké. Okay. En ik zeg, ach meid, dat doen we al jaren. Ik zeg, alleen is het geen food design. Ik zeg, maar is het brood design. Verzon je dat ter plekke? Ter plekke. Ik denk, potverdorie, dat is wel. Jij jatte het gewoon. Ik heb s'avonds meteen gebeld. Ik zeg, vastleggen die naam, vastleggen. Ben je gewoon een dief? 3 weken later stond ik, afgesproken, stond ik bij een andere klant van mij. Het was een groot handeltje. En speciale producten. En die stond op een beurs in de Brabanthallen. En ik had afgesproken dat ik met mijn producten in zijn kraam zou staan. Ik denk, jezus, die naam moet erin. Dus we hebben binnen 3 weken een site gemaakt, een folder gemaakt, visitekaartjes, alles helemaal klaar. Maar dat zit in jou. Want jij volgens mij, ja. Van vroeger hadden ze er nog geen woord voor. Tegenwoordig is het de ADHD. Ja, absoluut. Maar volgens mij, als jij vastgebonden werd op jouw matras, kwam je met de matras en alles op je rug beneden. Waarschijnlijk wel, ja. Want het zit in jou, jij kunt het niet stilzitten. Ja, ik geef heel veel, ik denk een 20 keer per jaar geef ik spreekbeurten, zeg maar, voor grote zalen en dat soort dingen. En heel veel mensen die roemen mij nu om mijn enthousiasme en mijn passie. En dat is natuurlijk ook zo, ik ben natuurlijk super gepassioneerd. Je bent wat je uitstraalt. Absoluut, dat is ook zo. Maar ik maak er altijd een grapje bij. Ik zeg, vroeger was het een tekortkoming, hè? Want ik ben uiteindelijk ook op een internaat geweest vanwege de structuur. En ben je een internaat geweest? Internaat, want je komt uit een hele bakkersfamilie. Ja, absoluut. Absoluut. Maar ja, goed, ik was de vijfde in de rij en we hadden een keidrukke zaak thuis. En op een of andere manier was het toch beter voor mij, de structuur die ik thuis niet kon krijgen, om dat op het internaat te krijgen. Hè? Dan was alles afgepast en qua tijden en zo. En ik kreeg studiebegeleiding en zo. Want ik ben wat dat betreft precies hetzelfde als jij. Ik spring alle kanten uit. Als het moet wel. Kijk, en als je het een beetje kunt trechteren, ja, dan is het geen probleem. Dan gaat het perfect. Maar hoe heb je dat met jouw meisje gedaan? Wat bedoel je? Jouw vrouwtje, jouw meisje. Ja, meisje, weet je. Dat klinkt liever, toch? Ja, ja. Maar heeft hij ook aan Luc moeten wennen? Dat is al ongetwijfeld. Maar... heeft ze er ooit aan kunnen wennen? Ik denk het wel, want ze heeft een engelengeduld. Ze heet ook van engelen, maar ze heeft ook een engelengeduld. En dat heb je echt nodig met mij. En
het went, denk ik wel. En ik denk dat je gewoon een brede rug moet hebben. Want, ja. Maar Luc, luister. Ja. Er is een tijd geweest dat je eruit hebt geschopt. Dat ik haar eruit geschopt heb? Hoe bedoel je dat? Nou, zoals ik het zeg. Vertel eens, ik snap het niet. Heel heus, dus schopte al hun vrouwen naar buiten toe. Oh, zo op die manier? Ja, ja, dat televisieprogramma. Dat was een televisieprogramma. Ja, absoluut. Ja. Toen ja. Moesten jullie de vrouwen wegsturen ja. En jullie moesten het alleen rooien. Ja, nou, de insteek van het programma was eigenlijk dat zeg maar, de wereld stilstaat zonder vrouwen. Was dat ook zo? Dat is natuurlijk bullshit. Alsof ik, bedoel, als ik een bedrijf kan runnen... Je moet nou zeggen, ze zitten te kijken, ja natuurlijk is het zo. Nee, maar als je toch een bedrijf kan runnen, dan kun je ook een gezin draaien. Nou, ik bedoel, dat is een kwestie van gewoon doen. Daar zit wel iets en, in. Bedoel, het is organiseren. En als je kunt organiseren, dan kun je ook je gezin organiseren. Alleen ja, ik bedoel, tijd blijft natuurlijk toch altijd een vijand, maar dat is nu nog zo. Als de dag 30 uur zou duren, en ik denk dat jij dat ook hebt, dan zit je ook vol. He, dus ik bedoel, we gaan toch tot het gaatje. Kun jij die ideeën, die gedachtenstroom, die ideeënstroom van jou, kun je die stilzetten? Nee. Word je s'nachts wakker van, ja, absoluut. Ik absoluut. Heb een nieuw brood idee ontdekt? Ja, ja, dan ga ik eruit. En dan schrijf je het op? Top, ja. Ik heb heel lang al, je ziet het aan mijn plaatje, Bakery Society. Dit is een soort rotary van de bakkerij, zeg maar. We zijn een aparte, je zit eruit te kwallen met mijn producten, hè. Ja. Maar dat is een beetje een aparte club met vrije denkers in de bakkerij, zeg maar. Die net even out of the box kunnen denken. En we gaan één keer per jaar gaan we ook naar het buitenland op zoek. Naar nieuwe concepten, kan ook buiten onze branche zijn. Amerika, Moskou gaan we een keer, we zijn in Oeganda geweest. Alle ja, landen je hebt bakkerijen in Oeganda ja, heb je opgezet, hebben we opgezet ook, ja. Sociale ja. Bakkerijen. Ja, precies. Maar dan heb ik eigenlijk als grapje de eerste keer... want we heten, in eerste instantie heten wij het clubje heten de Bakblik. Nou ja, dat is een beetje op zijn Nederlands, hè? Bakblik. En toen gingen we dus voor de eerste keer naar het buitenland, meteen naar New York. Ik zei, nou jongens, dat kunnen we niet maken, want maar dan komen we daar... Hoe heet het daar dan? Backblik? Ja, ja, precies, dat wil ik dus zeggen. Ik zei, dat kunnen we niet maken, het moet een andere naam worden. Want ja. Dan komen we daar in Amerika en dan zeggen, ja, we from the Backblik. Nee, dat gaat slaan we nergens op, hè. Dus toen heeft het de Bakery Society, die was meteen heel duur, weet je. Ja, dus ik heb ze daar vriendelijk mee gepest. Ja. Ik zei, thuis... komen we wel, de Bakery Society. Hij is niet tevreden. Weet je wel, zo op die manier. Ja, precies. Ja. Dus ik denk, ik heb een t-shirtje laten drukken met zo'n bakblik erop. En dan staat eronder, ik ben niet gek, maar ik ben een bakblik, weet je wel. Van een variant, ik ben niet gek, maar ik ben een snijbonenmachine of zo, weet je wel. Ja, zo, dat idee. Dus dat vond ik wel een beetje hilarisch. En iedereen vond dat wel grappig. Dus eigenlijk moest ieder jaar geef ik nou een cadeautje. Als we naar het buitenland gaan, geef ik een cadeautje. Dat is een soort gadget, zeg maar. Ja. En de afgelopen jaar had ik een doosje gegeven. En had mijn vrouw heel mooi beplakt met Delft Blauw. En dan stond er boven het logo van de Bakery Society. En dan stond erop, je beste idee komt out of the box. Dus het is een doosje voor op je bureau. Out of the box, en dan kun je van die geeltjes in doen met goede ideeën. Okay. En dan vonden ze dat maar geweldig. En dat doe ik zelf ook. Ja, ik denk, het is helemaal ramvol. En af en toe haal ik ze eruit en maak ze weer open. Ik heb ooit een keer een rond doosje gehad van Lavash Kiri, de kaasjes. Ja, ja. En mijn zoon had het doosje zal maar zeggen, rondgetrokken met een potloodje op een papiertje. Papiertjes had hij geknipt en dan had hij de lippenstift gepakt. Dus, en geen zorgen voor Remco, want dus hij had lipstift gepakt. En hij had dus kusjes gedaan op die ronde blaadjes. Nou, en die had die ronde blaadjes had hij in dat ding gedaan. En had hij gezegd, pap, je bent veel weg. Maar als, jij als je onderweg bent en je wil een kusje, kun je er eentje uitpakken. Ah, dat is toch lief? Of niet? Ja. Ja, dat is toch ook niet? Ja. Dan moet het toch bijna van janken, toch? Ja, dat is ook leuk. Ja. Nou, weet je, maar heb jij dat ook? Want ik heb jouw zoon nog even snel gezien. Maar dat is ook zo'n drukke. Absoluut. Ja, ik heb twee zoons en één dochter. En mijn oudste dochter heet Kees. Ik ben daar een beetje van net anders, weet je wel. Dus ja, Kees, net zoals mijn broer. Ja, precies. Mijn vader heet ook Kees. Maar dat was ook een Polaroid. Mijn hele familie, we hebben 17 kleinkinderen. Er was er geen ene zeg maar, die naar mijn vader vernoemde. Ik dacht, nou, dat ga ik doen. Maar dat doe ik het wel als ik een dochter krijg en niet als ik een zoon krijg. Dus je pa heet Kees? Ja. Ja? Ja, dus dat is ook wel grappig. Meestal is het de eerste kleinkind zeg maar, die naar opa vernoemd wordt of zo. Maar dat was dus niet gebeurd. Ik denk, nou, dat vind ik dan wel, vind ik wel leuk. Een beetje traditie, maar dan wel als het een meisje wordt en niet als het een jongen is. Ja, leuk. Dus vandaag heet je Kees. En... nou, ze heeft wel eens ooit gezegd, waarom heb je me Kees genoemd? Ze zei, nou meisje, je laat altijd een indruk na. Ze zei, ik moet je over nadenken. Ja. Ze, als jij straks later gaat solliciteren... Had je naar Johnny Cash geluisterd? My name is Sue. Ja, precies. Ja, dat is dat idee. How do you do? Ja, dat is ook zo. Ja. Dus het heeft ook positieve en negatieve kant. Maak jij je zorgen om je kinderen, dat ze goed terecht te komen? Nee, dat denk ik niet. Maar om even aan te geven waar ik op terugkom. Kees, die lijkt echt op een Vermeulen. Dus echt mijn uiterlijk. Maar heeft echt het karakter van de moeder. Dat is me goed ook. Ja? Die heeft een
geweldig plichtbesef van wat ze verwacht wordt van haar. En dat doet ze ook perfect. En die haalt super cijfers op school. En nou ja, goed, dat is, zo kun je er 20 voor hebben. Leuk. Maar dan komt die volgende. Dat is net hetzelfde als ik. Ja. Dat is een enorme stuiterbal. En die is vreselijk aanwezig. En maar zo'n lieve jongen. En zo'n super goed karakter. En ja. Heel sociaal. Ja, ja. En dat wordt over mij ook gezegd. Dus in dat opzicht is het ook weer een kopie van mezelf. Maar ik ben ook weer hetzelfde als mijn vader. Hè. Want toen ik 5 was, zei ze, oh, jij lijkt veel op je vader. Wordt zeker ook bakker. Ja. Dan zeggen ze nu over hem ook, alleen hij is verstandiger. Hij zegt nee. En ik zeg ja. Gaat hij wordt geen nee. Jij zegt ja, hij zegt nee. Nee, ik zei toen ja. Oh, en toen, ik ben ook uiteindelijk bakker geworden. En hij zegt nu nee, dat word ik niet. Hij wordt gewoon gynaecoloog. Nee, hij wordt veel valkenier wilt hij worden. Wie? Valkenier. Met die, valk en zo. Ja. Hij heeft ook weer zo'n kleine... Wat hij mee oefent, zeg maar. Dat is een kanarie, hoor. Ik weet nee, wel eentje met een kromme snavel, zeg maar. Een kanarie. En die hebben we in de lunchroom ook eentje hangen, ja. Een kanarie. Ja. Want als je bij jou in de winkel komt, in Heusden, dan ga je terug in de tijd. Ja. Mensen, dat is wel een insteek geweest. Ik heb vaak het gevoel, waar mensen thuis het beste bij kunnen vergelijken, is de keuken van Saartje. Swiebertje kwam binnen en die ging dan bij Saartje zitten. En dan kwam de burgemeester en dan ging je altijd even snel een bakje koffie drinken. En dat idee heb ik bij jou ook. Dat is zorgvuldig gekozen wat je hebt Absoluut. Gedaan. Absoluut. Ik heb mijn missie en mijn visie, die zijn helder. Die heb ik uitgeschreven en die hangen in de zaak. Iedereen mag weten waar ik met mijn zaak wil en waar ik over 5 jaar wil staan. Maar de formule zoals die staat, die heb ik vastgesteld in 10 regels. En die noem ik de formule omkadering, heb ik dat genoemd. 10 gouden regels. En die regels die hangen niet voor het publiek, maar die hangen bij de computer waar iedereen zijn uren invult. Want dat doen ze altijd braaf, want anders krijgen ze niet betaald. En daarnaast hangt een lijstje met die 10 gouden regels. Zodat iedereen, zeg maar, dat moet het DNA van ons bedrijfje worden. En dat moet iedereen. Test je er wel eens? Wat is regel 3? Wat is regel 3? Huiselijke sfeer, zeg maar. Dus huiskamersfeer, die moet erin zitten. En dat is ook zo. En de eerste regel is. Je voelt de vibe van werkplezier als je bij ons binnenkomt. En dat is ook zo. Want die meiden, die hebben allemaal, die stralen ook allemaal. Die vinden het leuk om bij mij te werken. En dat is met de jongens in de bakkerij in de Minuto. Wij zijn heel soepel voor ons personeel. Doen er ook ontzettend veel moeite voor. Om ze allemaal lekker in de velletje te zitten. En als mensen van binnen lekker in de vel zitten, dan stralen ze buiten. En dan hebben ze charisma. Want het heeft wat je geeft, met knapheid wat je te maken, maar dat stralen je uit. Als je er 's morgens mee begint, als je geeft, dan krijg je. Absoluut. Zo simpel is absoluut, het voor. Ja. Hey, en je bent nu, dan gaan we zo meteen naar de volgende gast, want het is gezellig. Ja. Je hebt nu een brood magazine gemaakt. Ja, absoluut. Is dat een digitaal magazine of komt het ook in een krantje? Nee, in eerste instantie dachten we naar een digitaal magazine te gaan. Maar goed, als je dan gaat kijken wat de oplagen zijn en hoeveel je ervoor moet betalen en wat het uiteindelijk het resultaat is. Voor de print bedoel je? Ja, precies. Dat heb je niet gedaan? Hebben we niet gedaan, want wij vonden juist, en zeker nu, het is helemaal nieuw, want er heeft nog geen één bakker in Nederland die dit ooit gedaan heeft. En met de nieuwe media is het natuurlijk prachtig, want als je een digitaal magazine hebt, je hebt er zelfs trucjes in gemaakt. Als je met je cursor aan de linkse kant die bladzijde omslaat, dan hoor je, weet je wel, alsof je een echte bladzijde omslaat. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Iedereen kan het op zijn iPadje en overal kan je gaan kijken. En je kan ook filmpjes bekijken. En dat is het mooie natuurlijk van een digitaal magazine. Dan heb je een echt blad natuurlijk nooit. Je hebt alleen maar papier en letters en nu tuurlijk, is het, hebben we er een hele mooie... Dat is klaar, dat hele print, dat is gedaan. Als ik naar een website ga en ik zie staan, welkom op mijn website, wat leuk dat je er bent, neem een bezoekje aan. Dat lees ik niet eens meer. Nee. Dus wat dat betreft, ook de bakker, die dan gedwongen vroeg moet opstaan, is helemaal bij de tijd. Ja, tuurlijk. Ja, nou, de laatste vraag, voordat de volgende kandidaat komt. Ja? Kim Holland komt bij jou. Ja. En die wil een heel speciaal brood. Wat is een mooi woord voor het geslachtsorgaan van een man? Hoe ga ik dat opnoemen? Ja, de piemel, zeg maar. Of nou ja, de lul. Of zeg het maar. Ja, mag het woord noemen wat het is. Ja? Ze zegt, ik wil zoiets in brood. Dat heb ik al ooit gedaan. Heb je het ooit gedaan? Ja. Voor wie dan? Ja, dat was gewoon een particuliere klant. Die wilde het hebben. Ja. En die hebben we ook eens een keer in taartvorm en zo gemaakt. En marsepein en dat soort dingen. Dat soort de gekste Gimmick. Dingen, ja. Ja, maar gewoon als grap, zeg maar. Ja. Vrijgezellig feestje. Ja, moet kunnen. Ja, hap er nog maar een keer in voordat ik ga trouwen. Ja, toch? Nou, bij wijze van. Ik denk, even time out. Ik denk, Rupko de Vaan. We gaan naar de volgende gast.